Hey, sneaker lovers! Is die weer voor de derde keer deze week? Het is vrijdag 4 maart en we gaan bezig zijn met de kick-off van de release van Karu, het Finse sportmerk. Eindelijk zijn ze dan binnen. En wat voor zijn er binnen? We hebben vandaag 3 releases, 3 sneakers. Dus ja, eerst heb je niks. En dan zijn er in 1 keer 3. We beginnen bij het Duo Pack. En dat zijn 2 Fusions 2.0. En ze noemen dit het Subtile Spring. Oftewel, een beetje subtiele kleuren. Er zijn 2 kleuren in. En ik ga ze er eventjes bij pakken voor jullie 2. Je ziet gelijk het subtiele wat ik bedoelde. En dan beginnen we met de eerste. En dat is de Spray Green. Noemen ze dat? Spray Green. Ik zie eigenlijk helemaal geen green. Maar dat is waarschijnlijk het zand mee bedoelen. En de andere kleur is Pale Banana. Nou, dat is natuurlijk heel erg duidelijk. Pale Banana. Heel tof. De zool is natuurlijk wit. Geeft hem echt dat lekkere zomerse gevoel. De zandkleur. En die Pale Banana is natuurlijk super leuk om dat te combineren. De eerste, heel veel zandtinten hebben we al binnen in de winkel. En daarnaast ook wat geeltinten. Dus deze schoen is straks ook natuurlijk weer super makkelijk te combineren. De tweede kleur, en die hebben we genoemd, de Iceberg Green. Nou, nou, en dan zien we natuurlijk wel een beetje dat groenige tintje terug. En dat is een tintje die we heel erg veel hebben in de winkel. Want dat is echt de trendkleur voor de zomer. En de andere kleur is Butterfly. En ja, dat is eigenlijk een wat lichtere groen tint. Ja, dus ja. Het is eigenlijk helemaal groen. Eigenlijk hadden ze hem gewoon groen kunnen noemen. Nou, deze 2 mooie subtiele kleuren. Dus die zijn er. Hebben we gekocht. Degene met Pale Banana hebben we alleen gekocht voor de heren. Want anders verkrijgbaar van 42 tot 46,5. Let op. Ze vallen natuurlijk klein. Dus je hebt 1 maat groter nodig. Dus 42 is daar ongeveer tegelijk met een 41 voor de mannen. En de Iceberg Green, die vonden we zo snoezig. Die hebben we ook gekocht voor de dames. Dus deze hebben we gekocht vanaf 38. Oftewel dus om iemand die normaal 37 heeft, tot maat 48. Verkoopprijs is €140. Ze vallen dus klein. Ik neem ze zo meteen nog even een keertje mee. Want er waren er natuurlijk 3. En die derde, daar zijn jullie natuurlijk ook heel erg benieuwd naar. De derde komt uit een ander pack en dat heet het Vintage Athletic Pack. Dus dat zijn eigenlijk vintage kleuren die uit oude collecties gemaakt of gekozen zijn. En voor deze release hebben ze gekozen voor de Legacy 96. Oftewel de schoen die eind 96 geïntroduceerd werd. Toen de Fusion, heb ik jullie net laten zien, is nog steeds gedempt met foam. En de Legacy zijn ze weer teruggegaan naar de oorspronkelijke demping die zij bedacht hebben. En dat is Air, wat jullie natuurlijk allemaal van een heel ander merk kennen, die dat mooi gekopieerd hebben voor deze mensen. En dit is dus de Legacy 96. Heeft dus een Air demping. Nou, het mooie aan deze is dat hij mooi, lekker, poppy wit is. En daar komt ook de naam vandaan. Bright White hebben ze hem genoemd. Het leer is allemaal mooi glad leer. Dus dat is ook nog eens eigenlijk heel makkelijk om schoon te houden. En de tweede kleurnaam heet Blue of Dawn Blue. Dus ja, dat is dus de blauwe kleur. Maar je ziet hier zit groen en blauw in. Dus ook deze schoen is weer perfect te combineren met eigenlijk alle kleuren die voor de zomer binnen gaan komen. Nou, het leuke aan het Legacy is het lijnenspel wat aan de zijkant zit. Heel vaak is dat in toon. En nu zie je dat er een contrast in zit. En dan krijg je een heel mooi speels lijnenspel. Nou, er zitten wat reflectieonderdelen in. Dat is natuurlijk, komt nog een beetje van de oorspronkelijke hardloopschoen. Zodat je in het donker ook nog een klein beetje zichtbaar bent. Deze schoen valt true size, want dit is een schoen die op een andere make gemaakt is. En daarom valt deze eigenlijk gewoon zoals je normale schoen valt. Dus deze hebben wij ingekocht van 41,5 tot 46,5. Daar koop je gewoon je eigen maat in. De Fusion koop je dus een maatje groter. Deze koop je gewoon je eigen maat. 125 is de Legacy altijd. Nou, ik ga ze er alle 3 nog eventjes bij pakken. Kijk eens naar wat een top. We hebben even moeten wachten erop.
Want ja, met dat, al dat transport en de productie is dat allemaal een beetje lastig. Ik heb ze nu een soort acrobatisch allemaal beet. We hebben de Legacy in de Bright White vooraan. En daarnaast hebben we de Iceberg Green en de Spray Green in de Fusion 2.0. Nou, ze zijn vanaf vandaag allemaal beschikbaar. Dus ik zou zeggen, surf lekker naar www.streetridderkerk.nl. Daarin kan je in de shop kijken. En er staan alle informatie nog een keer in het kort, in plaats van in een lange film. En anders kom je gewoon gezellig naar de winkel of je stuurt een DM'tje. En dan zetten we ze weer apart, als we de maat toch hebben. Deze schoenen zijn perfect te combineren voor de aankomende zomer qua kleur. Dus wees er snel bij. Twee keer de heer en de middelste is ook voor de dames. Ik zie jullie snel. Ciao!